Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, Utrecht en Woerden. Ik werk als verpleegkundige op de afdeling gynaecologie-urologie en daarnaast ben ik voorzitter van de verpleegkundige adviesraad. Hoewel ik zelf nog niet in de frontlinie heb gestaan als het gaat om het verplegen van coronapatiënten, zie ik wel wat er gebeurt met mijn collega-verpleegkundigen die dit wel doen. Ze geven aan dat de zorg zwaar is, maar dat het zoveel voldoening geeft en een gevoel van saamhorigheid, van wij gaan dit doen. Het haalt het beste in onze verpleegkundigen naar boven. Ik zie creativiteit. Met portofoons werken ze. Ze plakken hun pasjes op hun armen aan de binnenkant van de schorten, zodat ze daarmee makkelijk kunnen uitloggen en inloggen in de computer. Super mooi om te zien. En wat ik nog het allermooiste vind, is de trots die de verpleegkundigen hebben, maar ook de samenleving op ons vak. En ik hoop zo dat we die trots vast kunnen houden. Want ik weet zeker dat het ons nu en straks heel ver gaat brengen in het professionaliseren van ons vak. Lieve collega verpleegkundigen, ik wens jullie heel veel sterkte met nu en wat komen gaat. Zorg goed voor je patiënten, maar ook heel goed voor elkaar. Want dat hebben we nodig. En dan nu mijn tip van de dag. Durf eerlijk uit te komen voor je emoties. Als je het soms zwaar vindt, als het even niet meer zo leuk is, als je er doorheen zit, praat erover met je collega's. Zoek een maatje, zoek een buddy. Want weet je, je bent pas sterk als je durft te zeggen dat je soms even zwak bent.